kind van ouders die tijdens de Tweede Wereldoorlog flink geraakt zijn. Mijn opa heeft in een concentratiekamp gezeten. Mijn ouders zijn uit de Randstad en die hebben de hongerwinter meegemaakt. Mijn moeder was heel erg fel in die zin van het heeft mij mijn jeugd gekost. Ze was van 33, dus ze was 7 toen de oorlog uitbrak en ze was een tiener toen het afliep. Kortom, ik ben echt helemaal gevormd en opgevoed door alles wat met oorlog en onvrijheid te maken heeft. Dus daarom ben ik enorm bezig om die vrijheid te bewaren. Ik ben wat dat betreft nog steeds een enorme analoge stripmaker. Ik doe maar heel weinig digitaal. Dus ik werk gewoon met ouderwets papier, potlood, gummetje. En als ik het in potlood heb gezet, dan komt er gewoon een inktpen bij te pas om het goed geïnkt te krijgen. Maar ik vind het ook erg leuk om op een gegeven moment wat tastbaars over te houden. Dat er een echte originele pagina in je handen ligt die je kunt tonen. Die je ook soms een tentoonstelling kan opleuken of zo. De wijze waarop ik werk wordt door de stripliefhebbers en kenners wel de klare lijn genoemd. Hè? De stijl waarin ook Kuifje wordt getekend. En wat ik dan erg leuk vind is dat mijn agent, en daar heb ik al een band mee van ruim 30 jaar. Toen wij met elkaar in contact kwamen, die zei hij van jij hebt de meest zwingende variant van de klare lijn die hij kende. En dat vond ik een enorm leuk compliment en een mooie omschrijving van mijn stijl. Ja, ik heb een hele brede interesse mijn hele leven gehad over de Tweede Wereldoorlog. Dus ik wist wel, ik hoefde daarin niet gestuurd of bijgestaan te worden door bijvoorbeeld het aanreiken van documentatiemateriaal. Daar beschikte ik zelf over en in die zin was ik ook degene die besliste wat er in beeld en hoe het in beeld gebracht moest worden. Zodat je een hele goede couleur lokaal kunt bereiken en ook een historische setting goed neer kunt zetten. Ik schets op losse kleine velletjes en dat kunnen dan de verschillende aspecten zijn van wat er te zien is in een plaatje. Dus de personages, het decor, achtergronden enzovoort. Dat zijn meestal losse velletjes die ik ten opzichte van elkaar kan verschuiven op de lichtbak, zodat ik een ideale compositie kan bereiken. En die trek ik nog eens een keertje over op de lichtbak tot wat ik dan noem de nette schets. Als daar dan akkoord op komt, dan trek ik dat ook weer op de lichtbak over op weer een los vel. Ik heb al die fases, bewaar ik ook. En dat is dan de inkting. Die inkting die wordt op een gegeven moment ook nog een keertje gecheckt of dat helemaal in orde is. Dan pas wordt het gedigitaliseerd. En die op die inkting die gedigitaliseerd is, wordt de inkleuring gedaan. Hier zien we Hotel de Wereld, de bekende... Het souterrain, het T-gedeelte, is zwaar beschadigd. We zien dat het dak is nog intact en een paar steunberen. Maar de blinden zijn voor de ramen weg, de zonneschermen zijn er niet meer. Het ligt puin op straat. Dit is echt mei 1945. Hier zien we dat ook nog een keertje, het hotel. Troep op straat. Hier de aankomst van de Duitse delegatie voor de besprekingen in Hotel de Wereld. En dit soort plaatjes, dat is een goed gebruik in mijn educatieve strips, zijn duidelijk gebaseerd op historisch materiaal. Mijn grootste uitdaging bij specifiek dit historische en educatieve stripverhaal was dat de historische locatie goed in beeld werd gebracht. En dan hebben we het over Hotel de Wereld. En hier de link naar het heden, waarbij een kleindochter van Sjoerd de Vrij de traditie voortzet en ook meedoet aan het lopen met de fakkel van de vrijheid in een estafette waarbij gepoogd is om zowel het gebouw van Hotel de Wereld als van de aula en het hele gebeuren als eindscène in beeld te brengen. Ja, ik vind het heel erg mooi geworden. Ik zou ook niet tevreden zijn geweest met minder dan mooi. Ik ben erg tevreden.